mij Paul Heikens van Nieuw Publishers. Wat doe je zoal, Paul? Ik doe hetzelfde als mijn vrouw. Aha. Uitgeven. Uitgeven, oké. Okay, ja. Bij mij levert het een heel klein beetje op. Ja. En bij mijn vrouw kost het geld. Oh, oké, okay. Dus je zijn weer het perfecte evenwicht. Ja. Als het aan haar ligt, komt, gaat er meer uit dan dat erin komt. Maar. Oké. Okay. Waar jouw interesse in deze rit in de elektrische Beetle? Michael geregeld, hè? Ja, ja. Dit door Sieger eigenlijk. Eigenlijk door Sieger, ja, klopt. Dan is het wat betekent dat voor jou? Als Sieger dat regelt, dan is het dus leuk, dus goed, of? Ja, hij participeert toch een beetje? Ja, dat is waar. Ja, oké. Okay. Ja, is... ja, we zitten nu met onze RROC, dus we zijn allemaal wel wat auto geïnteresseerd. Ja. En zijn dit leuke dingen om te doen? En wat voor bladen geven jullie uit? Of moet je niet aan bladen denken, maar aan boeken? Of nee, bladen. We doen de entrepreneur, doen we. Ja, oké, okay, dat is een bekende. Die pakt de consigne geven we uit. Ja. De Golver Lifestyle doen we. Oké. Okay. En het netwerk, en we doen een hoop bladen voor derden. We geven ook een hoop bladen voor, ja, voor externe auto. Oké. Okay. Wat vind je van deze auto? Ja, ik bestel hem misschien wel. Ja, vind je hem zo mooi? Wat vind je van de rijervaring? De rijervaring lijkt me helemaal goed. Oké. Okay. Nee, prima auto voor de vrouw ook zo, hè? Ja. Kan ze niet in Amsterdam komen met de auto, dus kan ze niet helemaal losgaan met het shoppen. Nee, precies. Komt ze niet verder dan Zwolle. Zo lijkt de PC-hoofd weer wat verder weg. Precies. Oké. Okay. Dus op basis daarvan al kan die uit. Mooi zo. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. You're welcome. Jij ook bedankt.